Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is bezig met een volledig gedigitaliseerd systeem dat de Monikarta moet gaan vervangen. Minister Oraikit Ramsaran sprak reporters woensdag over enkele brandende vraagstukken voor aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman stelt dat het systeem dat is ontwikkeld deel is van het Social Beneficiary Programma van de overheid. Wat we nu wel doen is dat we bezig zijn met een applicatie, een volledig platform waarbij in de toekomst er niet meer wordt gesproken over verlengingen. Maar dat wij kijken naar een volledig gedigitaliseerd, die financial inclusion gedeelte, gedigitaliseerd systeem, het Social Beneficiary Program. En dan gaan we dan praten over Social Beneficiary kaarten. Deze kaarten zijn niet alleen een pot waarbij geld wordt getrokken door verschillende ontvangers. Dit wordt daadwerkelijk een basisrekening waar men start en dan richting eigen rekening zou kunnen gaan, een volwaardig rekening zou kunnen gaan. De regering geeft u de tools. Wij gaan ervoor zorgen dat de transacties die wij u moeten geven, uw uitkeringen, dan worden gegeven. We gaan ook ervoor zorgen dat als er verschillende subsidies gegeven moeten worden, of het nou benzine is, of het nou voeding is, dat wij nog steeds aangeven van u krijgt de vrijheid wat u wilt eten en wat u wilt gebruiken. Als u dan zo'n social beneficiary kaart bij u heeft, krijgt u een bedrag overgemaakt en u mag zelf bij de winkel gaan bepalen wat u ziet als basisgoed voor uzelf en voor uw kinderen. Dus wij hebben een opgegraden systeem van Monikarta besproken met SPSB. Ramsaran zegt dat er gesprekken zijn gevoerd met de partners van het ministerie en stelt dat het heel programma intussen al is uitgewerkt. Deze week heeft het ministerie samen met de collega's van Financiën gesprekken gevoerd over wat er zal gebeuren met de applicatie welke het Social Beneficiary systeem zal beheren. De applicatie is simpelweg op uw mobiel. U mag uw registratie hierop doen. U komt al voor in ons systeem. Alleen zullen er nog anderen zijn, een voorbeeld, de simpele marktventer. De mensen die ijsjes verkopen op de straat, die mogen ook dan in het systeem dan komen. Omdat zij dan die tegemoetkoming ook moeten krijgen van ons. We willen dat ondersteunen en we willen ervoor zorgen dat iedereen dan die access heeft naar een bankrekening. En dat zij transacties kunnen ontvangen. Waarom die samenwerking met Mastercard? We willen ervoor zorgen dat het een volwaardige rekening moet worden. Dat als uw familie in het buitenland, dat ze niet specifiek een pakket hoeven te sturen. Waar u nog kosten mag misschien, of zij om het te versturen. Ze kunnen ook simpelweg dat bedrag voor u overmaken. Ze kunnen ook person-to-person betalingen doen. De mensen in het binnenland, of het nou Kwamala Samutu is, als ze familie hier hebben in Paramaribo, dat ze niet speciaal hoeven af te vliegen naar hier om hun inkopen te doen en terug te vliegen. Weet hoeveel kosten dat is? Zeker richting de duizenden US dollar. Dus als zij de person-to-person naar de familie kunnen sturen, dan kan de familie hier de inkopen doen en simpelweg alleen de vracht wegsturen. De minister zegt dat hij binnenkort een persmoment zal beleggen waar hij alles over deze nieuwe beleidsvoering zal uitleggen.